Wethouder Klaas Verschuren, Economische Zaken. Waarom zijn jullie blij met Vodafone Ziggo hier bij Utrecht? Nou, Vodafone Ziggo past hartstikke goed bij Utrecht. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Jong, hoog opgeleid. We hebben heel veel bedrijvigheid in de smart technology, smart city. Past perfect bij Utrecht Science Park. Dus ja, voor het ecosysteem. Jullie hebben genoeg banen eigenlijk in Utrecht. Het is niet dat jullie een gebrek aan banen hebben. Nou ja, we groeien heel snel. Als de bevolking groeit heel snel. Helaas het aantal banen nog niet hetzelfde tempo als we zouden willen. Dus elke baan in Utrecht is er eentje extra bij. En Vodafone Ziggo is daar fantastisch voor. Om de kwaliteit van de baan is natuurlijk wel heel erg aardig. Nou, ja. We hebben net Amazon. Die heeft net gewoon een nieuwe hoofdstad uitgezocht voor een tweede hoofdkantoor. Hè? Dus dat was Washington. En New York, die hebben 7 miljard totaal betaald om daar Amazon te krijgen. Wat hebben jullie gedaan voor Vodafone Ziggo om ze hier te krijgen? Nou, we hebben gezamenlijk een heel mooi centrum gebouwd in deze stad. We zijn hier in het nieuwe Hoge Treinen. 10 jaar mee bezig, hè? Dus, heel lang. Maar moet je eens kijken hoe mooi het wordt. Het is waanzinnig. Als we hier buiten komen, gaan we zometeen. Het ziet er waanzinnig uit. Als je uit Centraal komt, dan wauw. Zo is dat. Hoeveel geld is daar door Utrecht ingestopt? Wij investeren samen met het station, met Clepierre, de eigenaar van Hoge Treinen en de NS, zeg maar. Honderden miljoenen in dit gebied. Dat moet er bijna al een miljard zijn, want die zijn er ook al heel lang mee bezig en het is een gigantisch werk. Dus, maar wat heb je dan, je hebt eerst dat mooie ding gemaakt, dat is een mooie omgeving, maar wat heb je nou voor specifieke dingen gedaan voor Ziggo, voor de Vodafone Ziggo? Nou, we hebben bemiddeld bijvoorbeeld voor hun komst hierheen. Om te kijken van kunnen we hier ruimte creëren, ze verleid. Dat heeft natuurlijk Clepierre zelf ook gedaan. We zitten hier bovenop het Centraal Station van Utrecht. Vanaf hier kan je overal zo in no time komen. Dus dat is voor een werkgever als Ziggo, Vodafone Ziggo natuurlijk een super interessante plek om te zijn. Omdat ze vanuit heel Nederland gewoon hun mensen hierheen kunnen halen. Er is niks mooiers centraal. Wat kun je eigenlijk als wethouder eigenlijk doen? Bemiddelen, zei u, en op een gegeven moment zorgen dat misschien... Heb je nog andere instrumenten in je handen om op een gegeven moment dit soort bedrijven hierheen te krijgen? Nou, de burgemeester heeft hier een hele grote rol in gespeeld. Maar als wethouder economische zaken kan je natuurlijk partijen bij elkaar brengen. Dat doen we de hele tijd, ook met andere bedrijvigheid. Inmiddels, met de komst van Ziggo, Vodafone Ziggo, zeg maar, heb ik ook al nieuwe relaties proberen te maken met andere bedrijven binnen Utrecht. Ja, en dat werkt natuurlijk heel goed samen, want bedrijven werken vaak niet alleen. We hebben ook andere partners nodig om hun bedrijvigheid ook weer uit te breiden. Ja. Maakt het nou nog wat voor een politieke partij bent u? D66. Maakt het nou nog uit welke partij er is? Of is iedereen hier gewoon in de hele gemeenteraad hier gewoon enthousiast? Staat hier die gewoon achter? Nou, volgens mij is dit een breed gedragen gevoel dat we heel erg blij zijn met de komst van Vodafone Ziggo naar Utrecht. De wethouder.